iedereen, welkom bij weer een nieuwe vlog. Ik ben met Celine, die aan het eten is. En wij zijn bij Friends of the Brands in een hotel in Antwerpen. En dit is eigenlijk de gift suite vandaag. Dus we gaan nieuwe merken ontdekken en nieuwe brands ontdekken. En nu hebben we eerst een lekker ontbijtje. Ziet er echt wel goed uit. Celine had zin in pistolekes met kaas. En ik in pistolekes met ras. Heel leuk, ook een heel toffe goodiebag gekregen, maar die ga ik straks laten zien. Celine is nu. Hey. En Noah is er ook. Cute! En ik heb trouwens nog eens oorbellen. Dat is van My Jewelry en die waren op de gift suite. Maar ik vind mezelf heel raar met oorbellen. Maar ik vind ze wel heel mooi. Ik heb net de goodiebag uitgepakt en ik heb alle foldertjes al even weggedaan. Dat is makkelijker. Er zitten kleine patisseriekjes in, of hoe noem je dat? Kleine gebakjes van gewaagd. Dan hebben we van Roger en Galet parfum. Oeh, en een douchegel, die heb ik trouwens al. En dat is echt zalig. Dan hebben we maskertjes, nog maskertjes, sokken. Gedroogde appelstukjes. We hebben een ontbijtkoek, een chocolate chip cookie en twee hands-off barren, also repen. Oorbellen van My Jewelry, twee nagellakjes van Essie, een lippenstift van Look. Dan hebben we een highlighter en een mascara van Golden Rose. We hebben een Yana shotje met collageen. Hierin zit oorbellen van Orphelia, die ik gekozen heb. I'm gonna show you with one hand, als dat lukt. Okay. Daar, super mooi. En dan een pot honing. Hierin zit een spiegeltje. Dan hebben we geroosterde nootjes. Een leren witte scrunchie van My Jewelry. Dan hebben we een kit voor het gezicht van Image Skincare. Van Welda hebben we de Skin Food Butter. Dan hebben we een rijspotje voor ze producten te doen. Een cadeaubon van Sapmeesters. Nog een heel mooi kettingje van My Jewelry. Van de, ik denk, de nieuwe collectie, de Ciao Bella collectie. Dan hebben we een roze limonade van Pompelmoes. Dit is iets voor slechte adem. Dat is iets om te spoelen. Ik ken het eigenlijk niet. Dan hebben we nog een nagellakje. Little Miracles. Die heb ik al eens gedronken. Dat is echt goed. We hebben de Nicer Dicer Quick. Super cool. Dat komt altijd op tv. Ik ben kei blij daarmee. Een Batiste Dry Shampoo. Een oogserum van Sualan, denk ik. Sualan? Ik weet niet, ik kan het niet uitspreken. Een shower foam. Vitamine water. Dan hebben we dash water met komkommer.
een notitieboekje, super tof. Een lavendel geurverspreider van Knijp. Dan hebben we nog shampoo van John Frieda. Ik weet niet waar ik al ben geweest, maar dit heb ik al gehad, denk ik. Dan is dit het laatste. Van Australian Gold hebben we nog een spray. Ik denk een... Ah, hier staat het. Een SPF spray 30. En voor het gezicht 50. Dus dat is alles wat erin zit. Dit was nog een maskertje dan van Starskin. En deze waren van Skin Republic. Dus ja, dat is alles. Super leuk, super fijne spulletjes. Ik ga die nu opruimen. Want ja, even ergens allemaal een plaatje geven.